Goedemiddag en fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Muzieklokaal. Het programma waarin u kunt kennismaken met allerlei soorten regionale artiesten. Vandaag gaan we praten met de leden van de band R&AJ Acoustic. En de band bestaat uit Justin en Robin Buit en Jitse Meiling. Maar eerst gaan we kijken en luisteren naar een aantal nummers. En dat doen we zoals gewoonlijk in de trouwzaal van het oude gemeentehuis in Gramsbergen. It's cold outside, what meant to be a sunny night. No, we never looked behind. While the clouds combine and the rain is falling in, we're getting home 'cause the water reached our skins. And we wake up in the night, side by side. You crossed my road and I crossed your stream. I hold you tight and I can feel your heartbeat. Wherever you can go always with me. You're laying here with your back against the wall. I would like to join, but my bed is just too small. So I grabbed my guitar and started to play. We already knew that you're gonna stay. And we wake up in the night, side by side. And we wake up in the night, side by side. You cross my road and I cross your street. I hold you tight and I can feel your heartbeat. Wherever you can go always with me. Justin, hartelijk welkom. Robin, ik begin met jou. Vertel eens even, wie zijn jullie? Ja, wij zijn R&AJ Acoustic, of ja. Array Acoustic. Wij komen uit Harderberg en uit Aneveen. We zijn een band, we bestaan nu, ik denk in totaal een jaar of 6. We hebben verschillende formaties gehad. En op deze manier bestaan we nu met z'n... We bestaan nu 2 jaar nu, zo. In deze opstelling? In deze opstelling. Lange tijd? Lange tijd, absoluut. Wat voor soort band zijn jullie? Wij zijn een akoestische driemans rock coverband eigenlijk. En wij spelen heel veel top 40. En we spelen ook heel veel top, de top van de 70s. En een beetje tussen de 70 tot nu. En gewoon heel breed repertoire. Wat voor soort instrumenten bespelen jullie? Ik begin dan bij Robin. Robin speelt de banjo en de gitaar. En hij zingt daarbij. En Jetse die bespeelt de mandoline en de gitaar. Yeah. En hij zingt er ook bij. En ik bespeel de cajon, dat is een percussie-instrument. En we hebben een drumstel gebouwd voor de voeten. Dan kan ik ook drummen en dan speel ik basgitaar.
Zelf gebouwd? Ja, mijn vader heeft hem gebouwd. Dus ja, we wilden graag drums erbij hebben en we misten eigenlijk toch, als ik op de grond zat, misten de basgitaar. En toen dachten we, je kunt ze kopen in Amerika. En toen dachten we, kunnen we ook zelf gewoon bouwen. En toen zijn we bezig gegaan en toen hebben we drums erbij gevoerd. En dan kunnen we bas, drums en twee gitaren bespelen. Wat hebben jullie net gespeeld? We hebben net ons eigen nummer gespeeld en het heet Wake Up in the Night. Het nummer hebben we ook een keer gespeeld bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle, waar we gespeeld hebben. En dat is, zoals ik zei, ons eigen nummer. En wat maakt er zo speciaal aan dit nummer? Het is bij ons wel het meest up-tempo, voor onszelf het leukste nummer om te spelen. Veel verschillende instrumenten, verschillende stemmingen en hij speelt gewoon lekker weg. Waarom willen jullie graag muziek maken? Vertel dat eens. Het begon eigenlijk al toen we al heel klein waren. Toen wij 10 waren ongeveer, toen hebben wij onze eigen instrumenten gebouwd van Kinex. En daar hebben wij op leren spelen, zeg maar. Ja, voor een gitaar was het lastig omdat de snaren elastiekjes waren. Maar een drumstel bestond uit Kinex en doosjes erin. Ja. Daar kon ik gewoon op drummen. En na 2 jaar kreeg ik van mijn ouders een drumstel. En toen zijn we begonnen. Toen kreeg Robin een gitaar. En toen zijn we begonnen met muziek maken. En toen we op Vechtel kwamen, toen zijn we in de schoolband gaan spelen. En dat hebben we 4 jaar gedaan. In de schoolband zelf van het Vechtel College? Ja. En vanuit daar zijn we doorgegaan. Toen gingen we allemaal naar beroepsonderwijs toe. En toen zijn we blijven spelen in bands. En toen daaruit, we spelen in een rockband. En daaruit kwam ook de akoestische band voort. En tot op de dag vandaag nog steeds de akoestische band in deze opstelling. Met z'n drieën. Ja. Kan je noten lezen? Nee. Doe je alles op gevoel? Wij hebben nooit les gehad. Jullie hebben nooit les gehad? Nee, we hebben het onszelf aangeleerd. En noten kan ik niet lezen. Ik kan het wel horen. Ja, ik kan het een beetje lezen, want omdat je weet hoe een nummer gaat, dan kan je in principe de noten een beetje uitvogelen. Maar als iemand gewoon hier zegt van kijk eens, speel dit maar, dan kom ik een heel klein stukje met een noten op. Dan houden we het wel. Ja, maar ik luister altijd naar muziek en ik speel het zelf en ik vind het ook mooi om mijn eigen draai eraan te geven. Dus, ja. Dat geldt voor jou ook? Geldt voor mij ook, ja. Ja, alles gaat op gevoel en we spelen op gehoor. En datzelfde geldt ook voor Jetsen. Van wie komt die muzikaal gevoel vandaan? Bij ons in het gezin zijn wij de enigen die echt zo druk zijn met muziek. Wel opgegroeid met muziek natuurlijk. Opgegroeid met muziek van wie? Van mijn vader. Ja, veel LP's geluisterd en DVD's gekeken van cassetten. Yeah. En dat vonden we altijd al zo leuk dat we daar ook mee verder wouden. En zodoende spelen we nog steeds als hobby in bands. Wat houdt precies akoestiek in? Akoestiek houdt eigenlijk in dat alle nummers die wij spelen, die worden bespeeld met akoestische instrumenten. Dus we spelen dancemuziek met inderdaad akoestische instrumenten. Ja. Maar ook, zoals we zeiden, de jaren 70 tot 40, gewoon alles met akoestische instrumenten. Dus snaarinstrumenten, percussie. En er komen geen digitale instrumenten aan te pas. Zoals elektrische gitaren of synthesizers of iets dergelijks. Ja, inderdaad. Ja, Justin, ik ben toch heel erg benieuwd. Wat voor gelegenheden treden jullie op? Dat is eigenlijk heel breed. Wij spelen op bedrijfsfeestjes en we spelen op 25 jaar huwelijk. We spelen op een bruiloft zelf. We hebben een festivaletje spelen we ook wel. En zoals Robin net al zei, hebben we een keer een primeurtje gehad op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Ja. Dat was heel erg gaaf. En in Hardenberg hebben we het Bevrijdingsfestival ook gespeeld. En we hebben heel veel festivaletjes en dan ook gewoon mensen die een feestje geven. En dat is dan zowel gewoon voor groot publiek tot een klein publiek in een café. Of akoestisch in de tuin hebben we zelf gespeeld. Of akoestisch in ieder geval versterkt in de tuin ook. Dat maakt ze gek niet uit. En we spelen het eigenlijk. Jullie spelen het. Ja. Wie is jullie voorbeeld? Mijn mama. Nee, als groot voorbeeld is denk ik voornamelijk wel Mumford & Sons. Ja. Fantastische band. Voor Jetsen is dat ook, zijn dat de Red Hot Chili Peppers. Verder, ja, wij zelf zijn opgegroeid met Pink Floyd, Toto, Fleetwood Mac, Joe Satriani. Echt een instrumentalist met elektrische gitaren, maar wel daarmee voor onszelf wel een hoge lat gelegd. En dat is eigenlijk wat we heel leuk vinden. Hoe stellen jullie je playlist op voor het optreden? Dat is een hele goeie. Eigenlijk hebben we geen playlist. Ja, we hebben altijd 3 of 4 A4'tjes bij ons. Yeah. Met daarop het grootste gedeelte aan nummers die we spelen. Op de avond zelf bepalen we eigenlijk altijd wat we spelen. En dat is aan de hand van wat het publiek doet. Dus is het publiek nog niet toe aan hele harde muziek of om te dansen, dan blijven we toch iets meer richting de achtergrond. En wanneer er heel veel gedanst wordt, dan gaan we inderdaad de muziek daarop aanpassen. En zodoende hebben we wel
voor onszelf een richtlijn aan welke nummers we spelen. Alleen hebben we nooit dezelfde volgorde. En daarbij doen we heel veel verzoekjes voor mensen. En dat maakt de avond ook heel veelzijdig. Ja. Wordt het meestal gezellig daarvan? Absoluut. De verzoekjes. Ja. Heb je ooit eens een verzoekje gehad van nou, wat ze nou mee komen, dat is echt... Dat hebben we wel eens gehad, maar het grappige is, vaak hebben we dan Jetsen. En Jetsen die speelt er vanuit het niets, dan kent Jetsen. En wij kennen hem dan niet, want wij kennen wel veel dezelfde muziek, maar dan zijn er nummers ervan en wij zeggen van, nou, dat gaat denk ik niet lukken. En dan staat Jetsen staat al te spelen en dan gaan we toch gewoon even. Mooi. Of hele gekke dingen zoals de Spice Girls krijgen we ook wel eens. K3. Of K3. En ook dat doen we het ook. Ja. En die spelen we ook wel eens. Ja? Die spelen we. Maar dat is ook meer dat we dat doen we er gewoon even tussendoor en dan gaan we gewoon door... Nou, wat serieus. Ja. Maar wie is nou jullie doelgroep? Dat is nou eigenlijk een hele goeie. Dat is vanaf heel jong tot heel oud eigenlijk. We hebben zelfs laatste keer hebben wij er was een kamp van kinderen die met de ziekte van kanker te maken hebben gehad of het zelf hebben gehad. Ja. En dat waren allemaal kinderen tussen de 8 en 16. En dat was een heel leuk feestje eigenlijk. Iedereen zong mee en iedereen deed mee. En vervolgens hebben we ook als een seniorenavond bewijzen van waar we. Gewoon met heel veel mensen van oudere leeftijd spelen, dan gaat het ook gewoon lekker door. Hebben jullie ooit eens een keer iemand gehad die zo ontroerd was van jullie? Jawel, ja, ja. Eigenlijk wel geregeld. En wat mij zelf nog heel goed bijstaat, is een bruiloft waar we gespeeld hebben. En er kwamen een stel vrienden naar ons toe die zeiden van een bepaald nummer van een bepaalde band was voor hun heel speciaal. En we hebben die gespeeld met een telefoon erbij. Daarop stond de tekst en de akkoorden, zeg maar. Ja. En het bruidspaar zelf, waren enorm ontroerd. En dat was toch wel heel erg leuk. Maar toch heel erg mooi om te zien dat wat muziek kan doen met mensen. Ja, dat het zo diep raakt. Ja. In het hart. Ja. Wat zijn jullie plannen voor de komende jaren? Ja, wat zijn onze plannen? Dat is een hele goeie. We hebben zeker plannen. Dat sowieso, ja. Eigenlijk willen we toch wel ook wel echt groter gaan worden. We spelen ontzettend veel in een jaar, spelen we ongeveer 50, 60 keer. Dat is heel druk en we willen toch ook meer eigen muziek gaan maken. Daarmee ook eigen nummers. Eigen nummers inderdaad en ook eigen nummers gaan uitbrengen. Dus cd's, dat we een cd gaan krijgen en... LP wellicht inderdaad, dat is helemaal mooi. En dat we toch wel ook wat meer onze eigen... draaien ook eigenlijk geven nog. Ja, dat doen we wel met heel veel nummers, die geven onze eigen draai, maar dat we echt onze eigen muziek tegenwoordig gaan brengen. En eigenlijk is ook wat we nog willen, is ook wat meer show gaan maken, want we hebben nu wel een show, maar je staat toch vast vaak op een ja, af en toe ook kleinere podia, zeg maar. En dan sta je met z'n drieën wat dichter op elkaar, dus kun je moeilijk lekker gek doen. Ja. Maar wat eigenlijk wel naartoe willen is, zeg maar tentfeesten en dat soort dingen. Dus dat je grote podia hebt, dat je lekker weer kan rennen en dat soort dingen. Nou, ik wil niet achter mijn drumstel, maar dat er weer wat meer show en eventueel met lichteffecten en dat soort dingen. Zeg maar. Ja. En met beeldmateriaal tijdens het spelen en dat soort dingen. We willen dat niet uitgebreiden tot echt een show, zeg maar. Leuk. Welke nummers gaan jullie nu nog voor ons spelen? We gaan nog twee verschillende nummers doen. We gaan eentje doen van Armin van Buuren. This is what it feels like. En nog één nummer van The Killers. En dat is Mr. Brightside. Nou, ga lekker naar jullie plekken. Ik ga jullie nog even aankondigen. En heel succes. Bedankt dat jullie hier zijn geweest. Ja, jullie ook bedankt. Jullie bedankt. Graag gedaan. We gaan nu nog kijken naar een aantal nummers. Yes. Sign of silence, I can take it no more. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. And I don't even know if I survive. I wanna make it to the show without your light. And I don't even know if I survive. Whoa, without you now, this is what it feels like. Whoa.
nothing to hold but the memories of fame. Oh, they remind me of this battle I face. And without you, love, without you, I dream. And somebody save me, I'm going down. And I don't even know if I'm alive. I wanna make it to the show without your light. And I don't even know if I survive. Whoa, without you now, this is what it feels like. This is what it feels like. Coming out of my cage and I'll be doing just fine. Gotta get down because I want it all. It started out with a kiss. I didn't end up like this. It was only a kiss, and it was only a kiss. And now I'm going to bed. Was he's got in a cap? Was he taking the smoke? And she's taking the track. Now I'm going to bed, and my stomach is sick, and it's all in my head. But she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me. It's killing me and taking control. And jealousy turning saints into the sea, turning through sick lullaby. Open up your alibi, but it's just a price I pay. Destiny is calling me. Open up my. Out of my cage and I've been doing just fine. Gotta get down because I want it all. It started out with a kiss. I didn't end up like this. It was only a kiss, and it was only a kiss. Now we're going to bed. Was he's got in the cap? Was he's having the smoke? And she's taking the track. Now I'm going to bed, and my stomach is sick, and it's all in my head. But she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now control. And jealousy turning saints into the sea, turning through sick lullaby. Open up your alibi, but it's just a price I pay. And destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I miss the bright side.
I will wait, I will wait.
Jesus, I will wait for you. Dit was het dan voor deze week. Bedankt voor het kijken naar Muzieklokaal. Deze week stonden in de schijnwerpers R en AJ Acoustic. Volgende keer hebben we weer een interessante artiest voor u uit de regio. Deze aflevering die kunt u nazien op onze website. Graag tot de volgende keer. Dag!